Zo'n 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Ook een Vlaams meisje uit een dorp op de grens met Nederland. De 13-jarige Justine Verbeek. Stelen mag niet, zegt mijn moeder altijd. Ook al heb je nog zo'n honger, je blijft van andermans spullen af. Maar dit is wat anders. Als ik deze niet meeneem, gaan ze rotten. Dus eigenlijk is dit helemaal geen stelen, maar opruimen. Ze zouden me juist moeten bedanken. Om Frankrijk te verslaan, hebben de Duitsers een plan opgesteld. Het Schlieffenplan. Eerst moeten de Fransen zo ver mogelijk in Elzas-Lotharingen worden gelokt. Dan kan het Duitse leger stiekem vanaf de andere kant Parijs veroveren en de oorlog winnen. Ze moeten daarvoor wel heel snel door België heen. Voor het machtige Duitse leger zal dat geen probleem zijn, denken ze. Maar dan kennen ze Albert de Eerste nog niet. De Belgische koning vecht zij aan zij met zijn soldaten en weigert zich over te geven. Wij zijn een land en geen straat. Als niets het Duitse leger meer kan tegenhouden, grijpen de Belgen naar een noodmiddel. Ze zetten de sluizen open, zodat de polders worden overstroomd door de zee. Het water staat te hoog om doorheen te waden, maar te laag om te varen. En zo komt de Duitse aanval tot stilstand. Hoe ze ook hun best doen, ze kunnen dat laatste puntje van België niet veroveren. Maar de Belgen en hun bondgenoten Frankrijk en Engeland kunnen op hun beurt ook het Duitse leger niet verjagen. De oorlog aan het westfront zit muurvast. En helemaal als beide legers zich ingraven, in ontelbare schuilplaatsen onder de grond. Met daartussen kilometers lange loopgraven. Dat zijn diepe greppels waar soldaten kunnen lopen zonder te worden geraakt. Het ziet ernaar uit dat de oorlog in België nog wel een tijdje gaat duren. En dat vinden de Duitse soldaten maar niks. Ze zijn vooral boos op de Belgen die hen zo lang tegenhouden. En ze nemen wraak op gewone burgers. Laat ze! Dat zijn net soldaatjes! Antoine, laat ze maar. Dat zijn mijn soldaatjes. Mama, Antoine, Justine. Waarom zo schuchter? Hände hoch. Alle. En du ook. Was haben wir denn da? Guck mal an, ein Dieb. Vanaf het begin van de oorlog plunderen Duitse soldaten Belgische huizen en winkels. En daarbij is niets veilig. Paarden worden door het leger in beslag genomen, maar ook koeien, varkens en kippen. Zelfs serviezen, matrassen en dekens worden geroofd. Alles van brons en koper nemen ze mee. Zoals duizenden kerkklokken, want daarvan kan je kogels maken. En alsof dat nog niet genoeg is. Metneem. Ook duizenden Belgen worden gedwongen om voor de Duitsers te werken. Mama, mama, ik wil niet mee. Alsjeblieft, laat mijn dochter hier. Ze is nog een kind. Ze zijn diep. Dieben moeten bestraft worden. Ik zal haar wel straffen. Ja, dat had ze vroeger doen sollen. Zo
zal nooit nog iets stelen, ik beloof het. Ja, nach 4 Monaten Kohlenschöpfen wird sie sich das schon abgewöhnt haben. Maar dat overleeft ze nooit. Na, pa. Ein Dieb mehr oder weniger, na und? Mama! Neem al wat u wilt. Neem alles, maar niet mijn kind. Niet mijn kind, bitte. Niet mijn kind. Bitte. Goed. Goede man. Dank u, dank u. 2000 francs. Hoeveel? 2000 francs in 2 Tagen, sonst nehme ich deine Tochter doch mit. Ah, hoe krijg ik dat ooit bij elkaar? Zwei Tage. Los machen. De Belgen worden niet alleen beroofd, maar moeten ook hoge boetes betalen aan Duitsland. Maar hoe komen ze aan dat geld? Het hele land ligt in puin. Duizenden onschuldige Belgen worden in de eerste weken van de oorlog doodgeschoten en hun dorpen met de grond gelijk gemaakt. Duitse soldaten steken talloze huizen in brand en honderden burgers in Dinant worden vermoord. Ook baby's en bejaarden. Omdat die op de Duitsers zouden hebben geschoten. Maar dat klopt niet. De Duitse soldaten zijn gewoon boos omdat hun aanval is vastgelopen en willen iemand de schuld geven. Ik was niet de enige. Het hele dorp was maïs aan het rapen. Ik heb gezegd dat ik dat niet mocht doen. Maar het was niet eens voor mezelf. Stelen blijft stelen. Ik deed het voor jou. Voor jou en Antoine. Want jullie hebben altijd zo'n honger. Dus ging ik maïs rapen. €2000, hoe krijg ik dat ooit bij elkaar? Misschien kunnen we iets verkopen. Wat? Wat kunnen we nu nog verkopen? Ze hebben alles meegenomen. En dat mag wel? De Duitsers mogen stelen wat ze willen en niemand doet er iets aan? Je hebt al genoeg gedaan. Jij blijft binnen vanaf nu. Is dat duidelijk? Het is niet eerlijk. Is dat duidelijk? Alleen de buren kunnen ons nu nog helpen. Hé, hey, mijn 10 soldaatjes! De buren hebben ook geen rotte frank. Ze waren mee maïs aan het rapen. Ik ga naar Nederland. Maar waar ga je nu? Ik ga naar Nederland. Nee. Ja. En Justine is niet de enige. Meer dan 1 miljoen Belgen vluchten na de Duitse inval in 1914 naar het neutrale Nederland. Dat zelf maar 6 miljoen inwoners heeft en niet meedoet aan de oorlog. Onder de vluchtelingen zijn niet alleen kinderen, vrouwen en oude mannen, maar ook Duitse soldaten die de oorlog zat zijn en er vandoor gaan. Hoe langer de strijd duurt, hoe vaker dat gebeurt. Het Duitse leger probeert de grens naar Nederland dan ook streng te bewaken. Maar dat valt niet mee. Het gebied is moeilijk te controleren door het vele water en alle bossen. Als de Duitsers de stroom vluchtelingen willen tegenhouden, moeten ze iets nieuws bedenken. Liegen mag niet, zegt mijn moeder altijd. En ze heeft gelijk. Liegen is slecht. Ik zou het ook nooit doen. Zeker niet tegen mijn moeder. Maar nu is het anders.
Want nu is het oorlog. In 1915 zet het Duitse leger een hek tussen Nederland en België van maar liefst 330 kilometer lang. Van de Noordzee tot aan de Duitse grens. Dwars door bossen en dorpen en zelfs over waterplassen heen. Een hek van 2 tot soms wel 5 meter hoog met prikkeldraad, zoeklichten. En bewakers schieten iedereen binnen 500 meter van het hek zonder pardon neer. En wie toch probeert over het hek te klimmen, is meteen dood, want het draad staat zwaar onder stroom.